na een aantal jaren filmen met mijn oude vertrouwde GoPro Hero 5 Session, bekend van mijn motorfilmpjes, heeft deze het helaas begeven. Geen leven meer in te krijgen. Dus heb ik mezelf getrakteerd op wat nieuws. Ik heb gekozen voor de DJI Pocket 2 camera. Die heb ik een goede verhaal over gelezen en ik ben erg benieuwd wat dit gaat brengen. Ik heb goede filmpjes in al op YouTube, goede kwaliteit, goed stabiel zeg maar, hoge kwaliteit, dus we gaan het meemaken. De doos zit vol met kleine spulletjes, ik heb geen idee wat dat allemaal is. Kijk, deze kan neerzetten zonder dat hij omvalt. Geen idee wat het is. Maar dat dadelijk wel duidelijk, hopelijk. Het lijkt om te laden. De onderkant. Dit zit eruit als een iPhone Lightning stekkertje. Een USB naar USB-C kabel. Zout. Ik hoef er niks meer te doen. En natuurlijk. Waar het allemaal om draait. Heel klein cameraatje. Super klein, maar hij belooft. Dat had ik altijd irritant, al die stickertjes, die moeten er gelijk vanaf. Zo. En hier zit nog iets. Oké. DJ Pocket not activated, connect to phone and activate with DJI Mimo. Ik denk dat ook een app moet. Kijk, je zit hem al reageren. Oh, intussen zijn we iets bezig. De camera moet eventjes laden, want hij was uiteraard bijna leeg. Dit opzetstukje kan ik, deze twee, kan ik gebruiken om in te zoomen en om de camera te bewegen. Dit iPhone koppelblokje, dan kan ik hem dus scherp, kan ik hier opklikken en dan kan ik hem aan de telefoon monteren. Om hem te activeren, onder andere. Afdekkapje. Dit is eigenlijk hetzelfde, maar dan voor een Android-toestel. Hier nog een handig houdertje. Om hem te vervoeren. Dus nu eventjes laden, dan ga ik zo'n filmpje maken. Nu zijn we dus helemaal ingericht. Ik film nu met het nieuwe DJI Pocket 2. En volgens mij gaat het toch best op een mooie kwaliteit.
Hey Bibi. Bibi boeit het niet zoveel of een camera het is. Een klein stukje buiten filmen. Camera werkt. Ik heb hem nou goed aan de praat gekregen. Was eventjes puzzelen en vooral opladen. Een van de leuke opties is dat in de selfie stand dat mijn gezicht automatisch gecentreerd blijft. Dus leuke optie. We zullen binnenkort meer filmpjes zien van deze camera. Ja, dit belooft veel goeds en we zullen hem nog vaak gebruiken in de toekomst.